gemeentebestuur van Bunschoten, wethouder Peter van Assel van Sport en ik, Peter, ben je er ook? Ik zie je niet, maar je bent daar. Mooi. We willen nu overgaan tot de huldiging van Eemdijk 1 kampioen. En we moeten het zeggen, de vierde divisie B, daar was een competitie. Maar het leek geen competitie, want dankzij mede Willem werden alle clubs er overrompeld. En Eemdijk laat het beste zien van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Met onze eigen talenten en onze eigen jongens met een aantal mooie. En ik wil alle leden, het bestuur, de staf en natuurlijk deze fantastische spelers feliciteren met dit geweldige kampioenschap. Even zeggen, het was voor mij wel even spannend of ik bij de huldiging van Eemdijk zou zijn. Op tijd vindt, zeggen ze dan. Maar ik vind het een eer dat ik hier samen met de wethouder sport Eemdijk mag huldigen en zo de beker overhandigen. Want we hebben een beker meegenomen, moeten we even kijken, al even vastkijken. Het is namelijk zo, ik mag nog niet 100% werken, dus ik kan niet 100% beuren. Dus de lokale burgemeester Peter van Assel moet even meehelpen. Om hier deze huldiging te doen. En daar wil ik die beker graag overhandigen samen met de wethouder aan de onvolprezen aanvoerder. Mensen, een applaus voor Jan-Pieter Hartog. Ik ben trots op deze spelers, trots op onze stad, trots op deze club, maar ook trots op ons dorp. Er is geen één dorp in Nederland waar drie amateurclubs op dit niveau acteren. En wij hebben dat gepresteerd. Versterkingen maximaal van buitenaf zo hoog mogelijk te presteren. Dit seizoen hebben we laten zien dat we de allersterkste zijn van de vierde divisie. 13 punten los! Heel veel ruime overwinningen! De meeste goals voor! Tegen. Die gaat naar de derde divisie!